Martijn vraagt wat hij kan doen aan bloed te lopen vinnen en ook schubben. Hij geeft zelf al aan dat hij eigenlijk al weet dat het ja, stress gerelateerd is. En eigenlijk is het antwoord daardoor heel simpel. Je moet de stress weghalen. Dus als dat gaat door stress van een eencellige, dan is het handig om die eencellige parasiet eraf te halen. Maar als het stress is door ja, bijvoorbeeld het waterniveau van je vijver, als dat heel vaak naar beneden en omhoog gaat doordat de vijver bijvoorbeeld lek is, dat zorgt ook voor stress bij vissen en dan kunnen ze dat ook krijgen. En allereerst natuurlijk de waterkwaliteit, dus de waterwaarde. Als je ammoniak hoog is, of nitriet, of je pH is laag, dan zijn dat allemaal stressfactoren. Dus dan moet je zorgen dat dat weggaat. Ook geeft Martijn aan dat hij een vis heeft die in quarantaine zich goed gedroeg, in de vijver heeft geplaatst en nu langzaamaan toch begint af te zonderen en begint te liggen op de bodem. Ik kan niet zo zeggen wat dat is. Het kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. Het lijkt mij heel verstandig om een afstrijkje bij die vis te nemen, te laten nemen of het zelf te doen. Dat onder de microscoop te bekijken. Want de kans is erg groot dat het een parasiet is. En die moet dan moet die vis geholpen worden. Of het ligt een beetje aan de parasiet, of de hele vijver moet behandeld worden. Dus dan moet je even naar gaan kijken.